wat doet de Jongerenraad voor de Rabobank? Nou, wij zijn eigenlijk een klankbordgroep. De Rabobank stelt vragen aan ons, die nemen ons mee in processen die op dit moment bij ons spelen. Als Jongerenraad zijn we ook actief in allerlei projecten. We hebben bijvoorbeeld meegedraaid in de pilot van de app voor internetbankieren. En ons commentaar werd dan ook direct verwerkt in de app. De Jongerenraad komt sowieso 1 keer in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen over dingen die er spelen bij de bank, ontwikkelingen die er zijn. En 1 keer per jaar organiseren we een wat groter evenement. En in dit geval is dat Netwerkt. Op de een of andere manier heeft het bankleven me altijd wel aangesproken. Het leek mij heel interessant. Ja, en dat bleek ook eigenlijk zo te zijn. Ik vind het heel leuk om te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij de Rabobank. Waar we allemaal mee bezig zijn, wat er speelt. En ik ben er ook achter gekomen dat we gewoon heel maatschappelijk werken. En dat vind ik echt superleuk om te zien en mee te maken. Ja, op Goede Eeuwelijkheid en Doekzwaard vindt er een vergrijzing plaats, zoals we allemaal weten. Jongeren trekken heel snel naar de grote steden, al is het Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Je gaat daar op kamers, je gaat daar werken. Dus we worden bijna daardoor gedwongen om van de eilanden af te gaan. Maar als Jongerenraad willen we er ook wel voor staan om te laten zien dat er ook op de eilanden Hoeksewaard en Goede Oeuvelakee genoeg werk is. Om jongeren hier te houden hebben we een netwerkborrel opgezet voor Young Professionals, Netwerkt. Nou, wat is Netwerkt? Netwerkt is een netwerkborrel, die hebben wij namens de Jongerenraad opgezet. Deze netwerkborrel is eigenlijk bedoeld voor de jongeren, zo tussen de 18 en 28 jaar ongeveer, om deze jongeren bij elkaar te brengen en ja, te laten netwerken. Tijdens de netwerkborrels maak je niet alleen kennis met elkaar, maar ook met het bedrijf. Want elke keer hebben we een gastbedrijf die wat vertelt over wat zij doen, wat zij kunnen en vooral wie zij zoeken. En op die manier proberen we de jongeren aan de arbeidsmarkt te koppelen. Hier op Goeree Overflakkee en in de Hoeksewaard. En wij hebben naar bedrijven in de regio gekeken op het gebied van logistiek, economie, communicatie, verzorging, verpleging. Welke banen er eigenlijk zijn voor hoger opgeleide jongeren. En we hebben juist die bedrijven benaderd om daar een netwerkborrel te kunnen doen. Ik denk dat het voornamelijk inderdaad bedrijven zijn die ook snel groeiend zijn. En dus altijd ook wel vacatures hebben. Ja, tijdens een netwerkborrel openen wij het evenement en leggen wij kort uit aan de mensen die aanwezig zijn wat wij doen en waar we voor staan. Vervolgens kan het bedrijf zich ook presenteren met zijn bedrijf en wat er allemaal mogelijk is binnen de organisatie. Vervolgens vindt een netwerkborrel plaats en kan iedereen netwerken met wie die maar wilt. En is het zeer open. Is van alles aanwezig, van hapjes, drankjes, overal wordt aan gedacht. Een kenmerk van jongeren is dat ze vaak onbevangen zijn, doordat ze direct antwoord geven op hetgeen waar wij met z'n allen wel eens lang over na moeten denken. En dat maakt het zeg maar weer zo aantrekkelijk om snel te kunnen schakelen. Maar ook vooral ook weten wat er speelt in de hoofden van de jongelui. Wat doen we goed, wat doen we minder goed. En vanuit die optiek met elkaar te kijken naar een oplossing. We hebben zo'n 105 Rabobanken in Nederland. En ik denk dat er ongeveer maar 30 zijn die zo'n jongerenraad hebben. En ik mag gerust zeggen dat wij, misschien wel de beste, dat is een beetje overdreven, maar echt in de top 3 zitten in het kader van kwaliteit, output en sfeer. De netwerkborrel, ik vind het een enorm leuk idee. En eigenlijk hoop ik stiekem wel een beetje dat het zo goed gaat uitpakken, dat we het misschien wel kunnen gaan laten inschrijven bij de KVK. Netwerk moet gewoon echt een begrip worden van de Jongerenraad.